Hallo lieve vrienden, hoe is het bij jullie? Hier is hij, ik heb het warm. Ik ben in Nederland, het is nooit goed. De hele jaar door aan het zaniken dat het koud is en nat en fris en niet leuk. En dan wordt het zomer, dan krijgen we een paar mooie dagen. En dan is het te warm. Ja, Hollandse wordt het dan niet. Nee, ik vind het hartstikke lekker. Ik word er vrolijk van en dat is maar goed ook. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laat ons kijken, ga heen en vermenigvuldig u. Hamburgers in een pakkie. Ik heb dit in mijn hele leven nog nooit gezien. Cheeseburgers die al klaar zijn. 2 cheeseburgers with our signature sauce. 2 hamburgers die al klaar zijn met... Oh kijk, hier onderin zit dus een plakje kaas en een zakje saus. Die zit hier onderin. Rustlers. Flamed grilled. Flamed grilled? Hoe maak je dit dan in godsnaam? Krijg nou wat. Het is een magnetron hamburger. Een hamburger vanuit de magnetron. 1 minuut en 10 seconden. Opwarmen. Verwarm de hele burger. 1 minuut en 10 seconden. En laat dan even afkoelen. 30 seconden. Cheeseburger. En wat is dit dan? Barbecue ribburger. Ook al klaar. Maar die vleesjes die zien er wel een beetje verdrietig uit. Die voelen zich niet prettig. En hieronder zit dan ook een zakje met saus. Gadverdikke. Wat wel heel grappig is dat er dan op het pakketje staat ook een blaadje sla eronder. Maar die is er niet. Dit is toch verschrikkelijk. Eén voordeel, ik heb wel net een magnetron gekregen van Vaders Witgoed. Dus die kan ik gebruiken. Dus Achmedje heeft gekeken vorige keer dat ik zei, ik heb een magnetron. Maar dit lijkt me heel erg vies. Oké, magnetron, cheeseburger. Ik heb ook een schaar gepakt. Want ja, ik ga ze toch echt niet allebei erin smijten. Hoe moet je dat doen dan? Verwijder uit verpakking. Zet de magnetron. Volledig vol vermogen. Voeg de kaas en de saus toe en geniet. Dus ik... dit wordt nog steeds gekker. Hier. Heb je een hamburger? Ja, ik wil toch wat de Klaas... Hier, dat is de saus. De kaas die moet toch op de hamburger? Krijg nou wat, zegt hij. Of moet je daar... Moet je die later erop? God voor u. Nou, hup. Erin. Vol vermogen. En 1 minuut. 10. Ja, ik verwacht hier niks van. Ja... De reviews worden er niet leuker op met de magnetron, want ja, je zit gewoon voor Piet Jaberstond. Ik kan wel vast kijken hoe die andere dingen moeten dan. Die McRibs uit de barbecue. McRibs, weet het. Nee, Burger Rib King. Ik het. God, wat een vervelend product. Hoe lang moet deze er dan in? God, dat heb ik dan weer afgescheurd. Ach shit, dat is er weer die ander. 70 seconden. Dus deze moet 70 seconden en die andere 1 minuut 10. Snap je? Het is precies hetzelfde. Jezus! Oh, dat broodje is helemaal nat, joh. Moet je dat dan... Nog eentje. Ik vind het ingewikkeld gebeuren. Oh, ik heb hier mijn plakje kaas. Voor de cheeseburger. Die gaat niet heel makkelijk uit het pakketje. Die gooi ik erop. Zo. Hoppatee. Dan heb ik hier de saus. Wat is het voor saus, joh? Komt goed, mensen. Niet dringen. Saus. Zo. Hoppatee. Rot zijn, man. We nemen dat ding ook een ruimte in.
cheeseburger gemaakt. Ze moeten afkoelen ook even een tijdje. Dus ik kan ze niet, nou ja, ik zou ze niet eens zo weer met mijn bakkers willen stoppen, daar heb ik geen mond meer over. Dan kan ik naar het brandwondencentrum Beverwijk. We zijn al bijna klaar. Wat een werk, jongens. Kijk. Het zweet brak me al uit voordat we hier aan begonnen. Maar het is op dit moment in deze studio / woonkamer 96 graden warmer geworden. Het water loopt van mijn hartjes af. Dat komt door, door die burgers. Het is bloedheet geworden sinds ze in die magnetron hebben gezeten. Cheeseburger, ribburger, bloedheet hier, het zweet loopt op mijn hoofd. Ik heb ze opgebouwd zoals het moet. Laten we gaan proeven. Gewoon proeven. Ja toch? Het scheelde weinig of ik mezelf een heimlich moet erbij brengen. Dit is niet lekker. Dat broodje is sompig. Dat is één kleffe bal. Dat vleesje, het hele dunne plakje, is taai is mol. Doe bijna geen vlees. Dat plakje kaas, nou dat kennen we wel. Dat is die smeltkaas, Amerikaanse kaas noemen we dat. Geeft geen smaak. Het enige wat smaak geeft is die saus. En het is best aardig. Het broodje is plastic. Vleesje, plastic. Kaas, plastic. Plastic. Gadverdamme. Na de cheeseburger uit de microwave wordt het tijd voor de ribburger. Ja, dat onderkantje van het broodje, dat voelt helemaal nat en drassig aan. Ik zou niet weten hoe je dat anders microwaveert. Ik heb geen verstand van microwaven. Volgens mij moet je er gewoon erin pleuren. Nou, dat ging dus niet goed. Maar goed, dit is dus... McRib. Varkensvlees. Ik geloof zelfs... Oh, dit is wel 100% beef, staat erop. En die varkensvlees. Alhoewel je weinig smaak er zit. Dat broodje natuurlijk gewoon weer hetzelfde natte, kleffe, kauwgomachtige substantie heeft. Is de rib. Ofwel, uit varkensvleespulp. Ja, dat is mals. God mag weten hoe dat gekomen is. Best lekker. Het riblaagje. De barbecue saus die erop zit, is mij te zoet. Barbecue saus mag ook een beetje zuur zijn. Het is een beetje suikerwater. Broodje. Verschrikkelijk. Niet om te vreten. Zo. Klaar mee. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes worden een slachting voor de Rustlerburger. Want het is niet te kauwen dit. Dit kan je helemaal niet maken in de magnetron. Die broodjes die worden aan de buitenkant hard. Van binnen slef. De onderkant is helemaal nat. En als je probeert door te slikken, ga je bijna dood. Niet te geloven. Het stukje vlees wat eronder zit, of ertussen zit. Dus rundvlees. Mega droog. Als je zo'n dun plakje reeds gebakken rundvlees natuurlijk in de microwave pleurt. Ja, wat denk je wat het wordt? Schoenzool. Ja, plakje kaarsgemoer aan, saus is wel oké, maar dit is gewoon echt niet te bunkeren. Die krijgen van mij een 3. Gadverjakke. De McRib, het is helemaal geen McRib, het is toch niet Mac? De ribburger daarentegen is het vleesje wel te pruimen. Omdat het natuurlijk gewoon bestaat uit varkensvet. Wat maak krijg je warme varkensdrap. En dat is gewoon lekker mals. Saus, barbecue saus, ik kan dat verpesten. Geen goede barbecue saus. Broodje hetzelfde probleem en ellende als die. Deze krijgt toch een 5. Omdat het toch een vorm van te bunkeren valt.
bloedheet, ik ga zwemmen, of douchen, of huilen, want ik ben verdrietig van deze producten. Bedankt voor het kijken, tot snel, en koop dit niet. Dus slecht voor de gezondheid. Doeg!